proeverij van deze week zijn we bij restaurant Bijties in Wanrooi. Thijs Robbe, wanneer hebben jullie geopend? We hebben voor de ondernemers een grote opening gehouden. We zijn 10 augustus hebben we de opening gehouden voor genodigden dus. We zijn de 11e zijn we meteen voor het publiek geopend en daar zijn we goed ontvangen. Het restaurant is eigenlijk dus nog geen maand open. Hoe bevalt het tot nu toe? Hoe draait het? Het draait goed. We mogen niet klagen, dus dat doen we ook maar niet. Het weekend zitten we al bijna vol altijd, dus het is prima zo. Je doet dit samen met iemand anders? Ja, met Bertel Jonkerman uit Ravenstein. Dus, mijn oude chef-kok was dat van vroeger. En wij zijn altijd goed contact kunnen houden. En we hebben vandaar ook besloten om het samen te beginnen. Waarom een eigen restaurant? En dat in Wanrooi? Droom. Het is echt een droom van ons allebei om voor ons eigen te beginnen. En dat gaat tegenwoordig lastig als je dat alleen moet doen. Dus vandaar dat we onze krachten samen gebundeld hebben. En waarom hebben jullie voor Wanrooi gekozen? Centrale locatie tussen een paar grote dorpen in. Het is ongeveer net Boksmeer, Uden, Kuik, allemaal even ver weg. En we willen de gasten hier in de omgeving ook die zo kunnen genieten, laten genieten. Hebben jullie een bepaalde doelgroep voor ogen? We zijn heel breed. Heel breed willen we inzetten. Dat je iedereen voor iedere portemonnee willen wij iets kunnen bieden. Dus we beginnen met een hoofdgerechtje van €15 en dan tot €25. Dus het is gewoon heel divers. Bertel Jonkerman, hoe onderscheiden jullie van de concurrent van de vele restaurants hier in de regio? Wij proberen ons te onderscheiden door heel veel dingen zelf te maken. Dat houdt in dat we gewoon koekjes zelf maken, chocola zelf maken of de bonbons. De frietjes zelf snijden, vlees komt gewoon ongeportioneerd binnen, wordt gewoon netjes hier verwerkt. Jus de vorm maken we zelf. Zoveel mogelijk zelf maken. Kunt u iets over de menukaart vertellen? De menukaart is vrij basic. Er staat voor iedereen wat lekkers op, zeg maar. Wat gangbare dingen. Zit toch, met alle respect, in een boerendorp Wanrooi. Dus je moet toch wel een beetje kijken naar de mensen wat ze eten. Maar sperp staat erop, saté staat erop, staat een toendootje op. Kunnen ze gek maken, zelf veld hier. Is de bedoeling dat de kaart gaat wisselen per seizoen? Ja, we gaan rekening houden met de verschillende seizoensproducten. Wildtijd, aspergetijd, mosselen, themaavonden willen we introduceren. Dus wat dat betreft komt er best veel nog. Zit er ook in de planning als het op de rit staat helemaal. We zijn nu bezig met de openingsweken natuurlijk. Maar in de toekomst gaan we wel wat dingetjes organiseren. Hebben jullie ook graag dat hier straks feesten en partijen gehouden gaan worden? Is mogelijk, is niet onze hoofddoel, zeg maar. Wordt daar nu al gebruik van gemaakt? Ja, er is heel veel vraag naar een locatie om met meerdere mensen te kunnen eten. En meerdere mensen zijn gewoon vanaf 40 personen, zeg maar, diner. Die kan nou bijna nergens. Maar dat is niet onze insteek. Want hoeveel mensen kunnen hier terecht om te eten tegelijkertijd? Momenteel kunnen er 70 zitten. Hebben jullie nog toekomstplannen? Qua uitbreiding of we willen graag een serre aan gaan bouwen. Wat is daar de doelstelling van? Iets meer ruimte te hebben. Een groter terras en onverdekt? Ja. Parkeerterrein kan gewoon sowieso, dat is ons eigen terrein, dus kan sowieso het terras kan uitgebreid worden. Maar serre erbij lijkt dus wel een mooie aanvulling. Maar daar praat ik wel over nu en 2 jaar of zo, het is niet volgende week gerealiseerd. Zou leuk zijn in de toekomst. Ja, in de toekomst, ja. We zijn nu bezig met opstart en daar hebben we ons handen vol aan. Verder, is er verder nog iets wat veranderd zou willen, wat je veranderd zou willen zien in de toekomst? Bijvoorbeeld iets in de keuken? Ja, keuken is momenteel aangepast aan onze kaart en die zou nog verder aangepast kunnen worden aan, het is nog niet helemaal optimaal. Maar ja, er is gewoon dingen die je gewend bent uit het verleden, een grotere keuken, meer efficiëntie. En dan moeten we zelf nog een beetje wennen. We zijn een beetje zoeken in de keuken van hoe wat nou precies werkt. En, het is toch een vreemde locatie, vreemde keuken. Maar dat komt wel goed. Want je staat samen met je compagnon in de keuken, begrijp ik? Ja. Hoeveel personeel heb je hier verder rondlopen? We hebben 1 fulltime rondlopen. En daarnaast hebben we nog 2 halve fulltimers, zeg maar. En dan nog een man of 10-12 parttime personeel rondlopen. En wat afwas en schoonmaakt. Ja. Wat zijn de openingstijden? De openingstijden zijn, wij gaan 's morgens om 11 uur open en we sluiten om 9:30, 10:00.
Dat is voor de zomerperiode. En de winterperiode moeten we even kijken hoe laten we open gaan. Of dat het überhaupt wel vraag is om zo vroeg open te zijn hier in Wanrooy. Zijn jullie ook een bepaalde dag gesloten? Maandag. Maandag genieten we van onze rust. En dat is hard nodig.
Wouter Bolle, wethouder van de gemeente Sint-Tunis. Voor 2013 staan er nog al wat bezuinigingen op stapel. Hoe gaan die ingevuld worden? Inderdaad, wij hebben een kadernota ingediend bij de Raad om keuzes te maken voor de komende jaren. Waarin we hebben de laatste tijd gezien dat we continu in de min staan aan het eind van het jaar. Dus wij staan voor de keuze om ingrijpende bezuinigingen te doen om op de lange termijn een gezonde gemeente te blijven. Want ik wil graag vermelden dat we op dit moment nog steeds een hele rijke gemeente zijn. En de inzet van deze bezuiniging is om dat te blijven. Er zijn talloze voorbeelden bekend. Ik pik er even één voorbeeld uit waarop bezuinigd gaat worden zoals dat in de volksmond gezien wordt. En dat is het bibliotheekgebeuren van BiblioPlus. Dat klopt. Ook ik heb ervaren dat dat vrij gevoelig ligt. En dat als college begrijpen wij dat ook, dat heel gevoelig ligt. We noemen het al afscheid nemen van enkele kerken. En nu neemt de gemeente ook nog de bieb weg. Ik begrijp dat dat zo gezien wordt. Ik zou dat alleen wel graag willen nuanceren. We hebben in 2011 een besluit genomen over het bibliotheekwezen in het land van Kuik en Noord-Limburg. Dat doen we namelijk gezamenlijk met die gemeente. Er zijn 7 gemeenten. En er is een besluit genomen om dat op een andere manier in te vullen. BiblioPlus viel dat voor ons in. Dat betekent dat zowel in Sint-Antonis als in Wanrooij, en Wanrooij hebben al een kleine vestiging, maar ook in Sint-Antonis zou een kleine vestiging overblijven met beperkte openingsuren. Vergelijkbaar met de situatie die nu in Wanrooij is. Daarvan vinden wij als college, hè, en dan hebben we het over 12 uur in Sint-Antonis of zo, ik weet het niet precies uit mijn hoofd, en ook in Wanrooij, gezien de kosten die daaraan vastzitten, vinden we dat niet meer in lijn. De meerwaarde daarvan vinden we niet meer in evenwicht. Waardoor we nu zeggen, van dan kunnen we beter van de vestigingen afscheid nemen. Dus eigenlijk de nieuwe vestigingen, dus niet de huidige. En de rest houden we in stand. En de mensen kunnen gewoon in Boxmeer en in Kuik en in Mil terecht. Want we hebben een regionale bieb. Hè, van de week stond in de krant, Boxmeer gaat 12 uur meer open. Dat klopt, dat betalen we als hele regio. Het is onze bieb met z'n allen. Een ander punt van zorg, begrijp ik van de mensen, is hoe moet het met de jeugd? Daarvan hebben we met z'n allen gezegd, tot 12 jaar, dus op basisschoolkinderen, blijven voorzien van een eigen bibliotheek. Je hebt het over de jeugd. Een andere die wat gevoelig ligt, is de zorgen over de link. Dat wordt ook graag behouden natuurlijk. Is daar nog iets mogelijk? Nou, de link en de jongerenwerker staan als bezuinigingsmaatregel genoemd. Overigens als bespreekstuk voor de raad. Omdat wij ook als college voelen dat heel gevoelig ligt. Dus daar moet echt met elkaar eens goed over in discussie. Het beoogde resultaat wat daarin zit. De huidige vorm van de jongerenwerker vinden wij bereikt. Daar valt niet meer op met kaasschaaf op te bezuinigen. Dus de raad moet zich afvragen, willen we de jongerenwerker behouden? Ja dan nee, of misschien wel in een heel andere vorm. Dan zou ik daar graag een opdracht voor hebben als portefeuillehouder. Maar om daarvan af te schaven, zien wij niet meer, is niet meer mogelijk. Daarnaast de link in de huidige vorm met een eigen vestiging en met een eigen bestuur, waar behoorlijk wat subsidiegeld naartoe gaat. Ook daarvan moeten we helaas zeggen, gezien wat het brengt, is die weegschaal ook een beetje uit balans. Alleen wij hechten wel heel veel waarde aan de jeugd. Dus ook dat er een plek voor is voor de jeugd. Dus ja, misschien dat enkele vrijwilligers het instituut De Link op een andere manier zou in kunnen vullen met verschillende ruimtes, waardoor er wel iets behouden blijft. Dat is een persoonlijke wens natuurlijk, maar zoals we het op de huidige manier doen, dat kan niet langer. Daar is gewoon het geld niet meer. De kadernota die wordt besproken in de gemeenteraad. Daar worden deze voorstellen gepresenteerd. Is er nog iets anders mogelijk wat de raad te berde kan brengen? Nou kijk, wij vinden alleen het wiel niet uit. Dus als een raadslid slimme ideeën heeft, dan ben ik de eerste die daarna graag naar wil luisteren. Maar wij hebben echt serieus gekeken naar alle opties die we op dit moment hebben. We hebben onze hele portefeuille doorlopen. We hebben wettelijke taken die wij vanuit Den Haag opgelegd krijgen gekeken. Moeten we die heel luxe gaan uitvoeren of kan het ook een tandje minder? Die staan erin. En de andere niet-wettelijke taken hebben we gewoon ons opnieuw bekeken. In hoeverre
of we dat nog wel willen. Is het nog wel een taak van de overheid? En in welke vorm dan? Wij vinden echt in de huidige tijd dat mensen ook zelf verantwoordelijk zijn voor hun daden en hun omgang. En een vereniging, ja, daar zijn we. Wij zijn gelukkig hier in Sint-Tunis, in de gemeente, heel veel vrijwilligers. Daar zijn we ontzettend blij mee als gemeentebestuur. Maar ook daar ligt wel ook een stuk toekomst. Als we die zullen we blijven faciliteren, alleen wel meer op hun eigen kosten en niet meer op kosten van alle burgers. Een ander item wat op het moment wel actueel is, is de bestuurlijke samenwerking. Kunt u aangeven de huidige stand van zaken? Nou, de huidige stand van zaken is dat er op dit moment een rapport ligt vanuit de provincie Brabant. Hè, dus krachtig bestuur, waarin ook uitgegeven wordt regionale samenwerking moet. Ik kan u melden, dat doen we heel veel. Mijn eigen portefeuille is wat vooral de sociale zaken behelst. Doen we echt heel veel binnen het Land van Kuik gezamenlijk. Verder zie je wat ambtelijke samenwerking in Land van Kuik Noord, zoals we dat dan zeggen. En wij hebben ambtelijke samenwerking, doen we op detailniveau met Boksmeer. Daar hebben we enkele trajecten, zijn we daar ingegaan. Er loopt nog een proef met sociale zaken die we dit jaar hopen af te sluiten om te weten of hij bevalt. Als dat zo is, dan zijn we vanaf volgend jaar hebben we een gezamenlijke sociale dienst. Maar de samenwerking ambtelijk heeft gewoon zijn weg. Ja, dus dat loopt op zich ook goed. Is het al een beetje te prematuur om te zeggen van uiteindelijk is het de kwestie van kan de gemeente Sint-Tunis zelfstandig blijven? Nou kijk, er lopen twee vragen. Kan de gemeente Sint-Tunis zelfstandig blijven? Ik heb in het begin van het verhaal gezegd, wij zijn nog steeds een hele rijke gemeente. Dus op die vraag kan ik direct volmondig ja zeggen. We hebben alle ingrediënten in huis om zelfstandig te blijven. Aan de andere kant zijn wij heel gevoelig op onregelmatigheden wat onze ambtelijke organisatie betreft. We zijn natuurlijk toch maar een kleine organisatie. Vaak één FTE per onderdeel. Nou ja, we kunnen allemaal iets overkomen en dan ligt het alweer stil. Dus ambtelijke samenwerking moeten we iets mee doen. Zeker gezien de enorme hoeveelheid extra werk die vanuit Den Haag op ons bordje gelegd wordt. De decentralisatie die vanuit Den Haag komt. Dat vergt nogal wat van de ambtenarij. Dus dat je daar samenwerking zoekt is een absolute must. En dan is het niet zozeer van ja, blijf je als gemeente zelfstandig. Het is juist hoe gaan we onze burger blijven dienen. En dan moet je ambtelijk gaan samenwerken. Bestuurlijk samenwerken, dat is een stap verder. En ja, die moeten we in de toekomst bekijken. Maar daar is geen enkele, ja, wat ons betreft, nog geen druk toe. Maar daar wordt ook naar gekeken. Maar dat ligt bij de landsburgemeester.